Twee Belgen en een Rus. Het lijkt wel een mop, maar het is het programma van het Zeeuws Orkest. Arthur de Greef, Auguste Boek en Sergei Rachmaninov op het programma bij het Zeeuws Orkest. 16, 17, 18 juni in Brouwershaven, Aardenburg en Veren. Een groot Belgisch feest. Voor de muzikus is zijn instrument zijn alles. Beschermd in de koffer of kist vinden we ook veel kleine zaken met een vrouw. En daarmee maken we kennis met de persoon achter het instrument. Toen ik 8 jaar was, zag ik de plaatselijke fanfare door de straat lopen en ik dacht, ik wil trommelen. Als je een ander instrument speelt, speel je één instrument. Wij als slagwerkers spelen heel veel instrumenten. De pauken zijn het geen eigendom van mij, maar die zijn eigendom van het orkest. Dus zoals je bij violisten, bij blazers ziet, die doen hun koffer open en je ziet daar persoonlijke dingetjes in zitten. Ja, dat is bij ons natuurlijk niet het geval, want ik ga mijn persoonlijke dingen niet in de koffer steken die van het orkest is en die overal naartoe gaat. Ik denk dat mensen die slagwerk spelen, dat het mensen zijn van het slag van niet lullen, maar doen. Maar ook als je pauken speelt of als je slagwerk speelt, moet je ontzettend gevoelig kunnen spelen. Want een klap is niet een klap. Je behoort eigenlijk tot de fundering van het orkest. De pauken hebben dus een heel belangrijke ondersteunende rol. Wat het orkest eigenlijk draagt. Ik vorm sinds een aantal jaren een duo met mijn zoon, Knuit en Dellebeke. En Stefan, zo heet mijn zoon, speelt tuba. En ik speel dan alle soorten slagwerk, waaronder ook de pauken. Waarom bij het Zeeuws Orkest al vanaf 1986? Ten eerste speel je ontzettend leuke muziek. En ten tweede is het een ontzettend gezellig orkest.